opnieuw klachten over woonzorgcentrum Dubbelmonde in de Dordtse wijk Dubbeldam. Een vrouw van 95 bracht onlangs een nacht in een stoel door omdat ze niet naar bed was gebracht. Omdat er de laatste tijd meer problemen spelen, trekken twee partijen in de gemeenteraad opnieuw aan de bel. Deelt de wethouder de mening dat zij moet opkomen voor de belangen van deze kwetsbare groep ouderen? Zo ja, op welke manier wordt dit opgepakt? En zo nee, waarom niet? Probleempje voor de raad is alleen dat het gaat om zorg die valt binnen de wet langdurige zorg. PZC Dordrecht, de zorggroep waar Dubbelmonde onder valt, werkt dus niet samen met de gemeente, maar met een zorgkantoor waar in iedere regio een zorgverzekeraar voor verantwoordelijk is. Dus de gemeente heeft gewoon geen bevoegdheid om toezicht te houden. Dat heeft het zorgkantoor wel. Dat doen zij ook. Ze hebben vandaag, heb ik begrepen, weer overleg gehad. Bestuur van PZC en het zorgkantoor. Om alle ontwikkelingen binnen Dubbelmonde te bespreken. En uiteindelijk, er kan altijd een klacht ingediend worden. En als het gaat over calamiteiten, dan kan er een melding gedaan worden bij de inspectie. Ja. Maar de gemeente en het college in dit geval kan geen bevoegdheid uitoefenen die ze niet heeft. Wat de wethouder de raad wel kan bieden, is een bezoek aan het verzorgingstehuis. Inclusief gesprek over de klachten bij Dubbelmonde. Lijkt me hartstikke goed om daar te gaan praten en eens te gaan kijken hoe het allemaal zit. Het zijn inderdaad vreselijke dingen die gebeuren. Het heeft onder andere ook te maken, niet alleen met de WLZ, maar ook met tekort aan personeel, te jong personeel misschien. Ja, nou ja, dat vind ik mooi dat die afspraak gemaakt is. Alleen, dat helpt niet. Als wij daar gaan kijken, kijk, moet het dan zo ver komen dat dadelijk een Alberto Stegeman daar op de stoep staat en dat we dan pas naar de inspectie gaan? Nee, ik vind dat als de wethouder diverse signalen heeft gekregen over dit onderwerp, en dat heeft ze, dat kunt u van mij aannemen, want ik heb het al diverse keren aangekaart. Maar dan ga je een keer een klap op de tafel geven. Hoe kan dat? Laat je niets aan de gemeenteraad over? Nee, natuurlijk niet. Zij zijn het uitvoerend orgaan. Wij kunnen alleen de vragen stellen, we kunnen dingen aanhangig maken. Maar moeten wij dan naar de inspectie gaan? En moeten wij dan de dienst gezondheid en jeugd inschakelen? Zeg het maar. Zorgorganisatie PZC laat in een reactie weten dat ze het voorval met een mevrouw op de gang betreuren. In de overgang van verzorgingshuis naar verpleeghuis gaat volgens het bedrijf nog niet alles goed. Maar er wordt wel aan verbeteringen gewerkt. Zo krijgt personeel extra scholing waar nodig en gaat PZC graag het gesprek aan met de bezorgde raadsleden.